Goed mensen, ik ben Sam. En ik ben Rens. En wij zijn Project Minecraftia. Ja. En er is niks meer voor te vertellen. We hebben ons afgebrande huis hebben weer gewoon mooi weer gemaakt. Helemaal perfect, helemaal mooi, prachtig. Perfect. Alles. En we hebben nog weer een challenge, subscriber challenge. En dat is maak een kleine village. En Rens en ik zat al te denken van... Dat is toch wel een tof idee. Gewoon een village maken bij ons mooie haven. Gewoon een mooie village. Met een kerk. Twee huizen waren het. Een haven en een stadsmuur omheen. En een poort. Dus laten we maar gewoon meteen daarmee beginnen. Ja, ik heb er zin in. Ik ga wel een beetje improviseren. Want ik ga mijn huis wel heel cool maken. Als je even hier naar mij komt. Oké. Waar ben je? Hier, ik zag er wat cactus, dus ik dacht die wil ik even pakken, want dan kan ik leuke dingen mee doen. Kijk, en ik zag daar verderop zag ik ook riet staan, dus dat pak ik straks ook denk ik. Snap. Als we vanaf hier die muur gaan maken, we gaan hem wel 3 breed doen, dat je er ook opheen kan lopen. Maar dan... waar willen we onze huizen gaan maken? Want we moeten ook nog wel ruimte hebben voor ons huis. Hè? Ja, dan kunnen we daar ook in maken. Daar maar geen zorgen om. Het gaat allemaal lukken, hè? Het komt allemaal goed. Oké. Kijk, dan maken we hem zo. Ik vertrouw je, Sam. Maar dan ja, maar hier komt ons piratenschip dan, hè? Dit ja, weet ik. Maar dan gaat hij gewoon tot daar. En dan gaat hij hier dan... Hij gaat er niet doorheen. En dan kunnen we... Oh, wacht. In een rechte lijn. Dus dat is hier ongeveer. Uh-huh. Zo. En dan gaat hij terug hier naartoe. En dan moet hij even in zo'n X-vorm-achtig iets... Komen. X? Ja, nee. Dat het allemaal gelijk zit... Oh shit. En hoe gaan we dat doen met onze brug? Brug? Ja, hoe noem je dit? Weg. Maar nu, dat blijft er gewoon buiten. Dit wordt gewoon zo'n kleine village. Moet wel een dikke poort dan doorheen maken. Dat sowieso. Maar dan moeten we ook gewoon ergens anders een poort maken. Dan kunnen we nu even ons huisje maken. Zullen we dat gewoon maar doen? Ja, ik pak even snel mijn cactus en zo. Ja, is goed. Ik haal dit zand dan wel even weg. Zullen we dat doorspoelen of niet? Ja, kunnen we wel doen. Ik denk niet dat dat interessant is. Wij moeten even onze basis maken en anders... Gewoon even ons ding doen hier zo. Even ons ding doen, ja. En anders is het gewoon echt saai. Dus jongens, dit spoelen we even door. Tot straks. Oké, daar zijn we weer. Helemaal vers van de pers. Ja. Ik heb een beetje gefaald, want ik ga nu net aan mijn huis beginnen. Maar gelukkig hoeven jullie dat niet te zien. Gelukkig niet. Ik zet even snel mijn timer aan, dan weet ik hoe lang we nog hebben. Als dat lukt. Ja. Zo. Sam, ik neem een deel van het dek in, want anders heb ik nergens om mijn huis neer te zetten. Je faalt wel een beetje dan. Ja. Het is een beetje matig, Rens. En dit ook. Ik zal wel misselijk van die ventilator hier. Ja, het is hier heet, jongen. Zo. Ja, dat is echt niet normaal. Het is hier echt, nou, hoe heet zou het zijn? 25 graden of zo? Nou, minstens. Nou, ik denk dat het kouder is, maar omdat het gewoon zo benauwd is, is het gewoon zo erg. Ja, er is echt gewoon geen wind. Gewoon. Nee, echt gewoon zero. Ja, echt niet. Zo, kan je even je shit uit je uit die ding halen? Uit de. Is goed, wacht even. Oké, pak het maar. Nee. Als je het nu nog niet begrijpt, ik heb zo dadelijk uitgelegd, Sam, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, je legt er gewoon te goed uit, misschien. Dan... Ja, je legt het gewoon zo goed uit dat ik het gewoon niet meer begrijp, Rens. Nee, maar in je furnace. Ja, kijk, dat bedoel ik. In je furnace, hè. Daar liggen mijn mooie kleiblokken. Ja, maar die staat op mijn grens van... Van de shit. Mijn kleiblokken liggen op jouw grens van jouw shit. Oké, Rens. Kan je even je... Ja... Even je kleiblokken eruit halen. Dat is goed, dat doe ik straks. Uit mijn shit. Nee. Ik zal jouw kleiblokken uit mijn shit halen. Dat zou ik wel heel aardig vinden. Ik
Ik vind je nu wel een beetje eng worden, Rens. Dat is een beetje creepy. You have any problem, officer? I need some trees, man. Give me some trees. Trees. Tree powers activate. Choppy choppy chop. Rens, het wordt avond. Choppy choppy chop. Hoeveel wol heb jij? Choppy choppy. Nou, ik heb 8. Maak er en nog 3 zwarte. Snel, maak bedden. Kijk die. Nee, serieus, maak snel 2 bedden, anders worden we opgegeten door zombies en dat willen we niet. Zombie. Misschien wel, maar. Ik zit vast. Ik mag niet van de boom weg. Waar ben je? Snel, Rens, het wordt avond. Nee. Ik kom zo. Ik heb eerst hout nodig. Give me some hout tree. Give me some wood. Give me some sugar. Do you wanna touch my wood? Ooh, touch my tralala. My ding ding dong. Heb je al je shit uit je aan mijn ding gehaald? Ja. Oh. Oké, Rens, maak er snel 2 bedden, dan kunnen we slapen. Ik ben best wel moe. Oké. Ik niet. Jij niet eens. Oh. Niet eens. Ja, maar het is al 10 over zo laat. Net na seizoens gaan. Haha, dat rijdt. Wow. Snel, okay. Slaap. Ja, kom al. Rens, before we die, I want to tell you something. Maak je een bed. Oh ja. I'm fat. Oh no. Trollo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 l
Ik heb echt allemaal shit, man. Van je denkt van, what the fuck. Maak een chest. Oké, cool. We gaan snel slapen. Voordat okay. Echt de zombies komen. Hier, binnen. Hier. Tutu. Na na. Na 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 na. Ja, ik was er net voor. Heb je geen hout? Ik bedoel, deur. Nee, nu wel. Ik ben een schoolmeisje en ik slaap naast een pinguïn. En ik zit nu op mijn draad van mijn headset. En nu niet meer. Ah, mooie morning. Mooi. Ja, Rens, doe je ochtendnummer. Oeh, you touch my tralala. Trouwens, het is vandaag moederdag. Lololol. Ja. Ik hoop dat iedereen wel iets aan zijn moeder gegeven heeft. Anders ja, inderdaad. Ik helemaal naar je huis en dan ja. Komen we je persoonlijk opzoeken en dan zeg we hoi en dan gaan we weer. Ja, ik wou net zeggen, wat gaan we doen als we daar zijn dan? Ja, ja. En wacht. En nu? Ja, dat is het eigenlijk. Dan komen we alleen naar je huis. Ja, en dan even gezellig praten of zo, weet je. En dan schudden we wel heel erg zo van, ach nee, dat weet je wel. Ja, van, inderdaad, dat is wel gezellig. Creeper! Oh, dat was bij mij! Ja. Oh, lol. Lol. Ik merkte dat niet eens. En nu? Alles weg of Ja, je huis is een beetje... Nee! Oké, Sam, ik heb accidentally een cave gevonden. Gunstig. Zullen we even erin of niet? Dus dan doen we al de volgende part. Ja, doe maar.
By the way, jongens, ik wil jullie even een spoiler geven, even een teaser, even een sneak peek. Ons volgende map die we gaan spelen, en jij weet het denk ik ook nog niet. Is de Four Towers. Dat schijnt dus een super, super... Oh, fuck, weer een creeper. Creepers love you, son. Ja, echt. Maar dat schijnt dus een super moeilijke adventure map te zijn. Dus ik ga er zomaar vanuit dat we daar zo 20 parts van gaan maken. Dus het wordt gewoon hartstikke leuk. Mm, yeah. Ja, of juist niet, maar... Ja, het is maar hoe je het ziet, hè. Het is maar hoe je het ziet, zo is het. Maar dat kan wel hartstikke lachen worden. Ja, je ziet hoe goed ons teamwork hier is, want ik wist het ook niet. Ja. Nee, ik denk dat we leuk vinden. Holy shit, dit blokje zweeft hier. Dit moet je echt zien. Oh, wacht, laat maar. Eerst maar, laat maar. Lol. Nee, maar jongens, Ja. Zijn er 10 minuten al om? Kunnen we eigenlijk ook 15 minuten of niet? Ja, we maken al 15 minuten video's elke keer. Echt? Kijk jij onze video's of nou niet? Wel. Oh, ik wil even een FAQ er meteen doen. Of nee, wacht, niet de. Q&A. Q&A is. Questions and answers. Dacht ik. Ja, dat is Q&A. Ik heb dus een paar vragen gekregen. Gaat deze server online waar wij in spelen? Nee, die gaat niet online. Misschien alleen voor een museum, maar dat komt later pas. Ik wil jullie ook meteen een spoiler geven voor later iets. Ze zeiden ook zo van, dus had ik tegen een paar mensen gezegd, we gaan later ook een roleplaying server maken. Gaan we dat doen? Ja, wij gaan een roleplaying server maken. Woehoe, we zijn ook wel goed. Dat zo'n ding moet eigenlijk ook hebben, weet je wel. Zo'n soundtrack, zo. Oh yeah, woehoe. Zo dat geklapt. Oh yeah, wat je ook altijd van die irritante fake lach grappen, weet je wel. Wat je ook altijd, ja, inderdaad. Zoals Friends en zo. Ja, daar, wat je altijd op tv wordt. Ja. Dat zou wel geniaal zijn. Ja, maar je wordt tenminste zo irritant als zo. Het is echt irritant, ja, maar het is wel grappig. Ja. Helemaal, moet je er maar eens op gaan letten. Ik weet zeker, iedereen die het nu hoort, die gaat erop dat straks als die tv gaat kijken, gaat erop letten. En dan word je helemaal panisch van. Ik kan het wel begrijpen, want het is niet echt fijn om aan te horen de hele tijd. Nee, inderdaad. Nee, maar jongens, dus wij gaan een roleplaying server maken. Niemand mag... Ah, nou, het klinkt meteen zo stom. Het is alleen maar voor in real life vrienden. Het gaat ook op YouTube komen. Ik ga niks meer verklappen. Ik ga nu mijn mond houden over dat ding, want ik vertel nu al veel te veel. Ik wil net zeggen, gewoon... Nog meer vragen. Ik heb ook een paar mensen gehoord van, mag ik je MSN? Nee, want als ik dat ga doen, dan krijg ik ineens 10.000 mensen op mijn MSN, dus dat doe ik niet. Ik weet niet hoe het jammer zit met Rens, maar ik doe het in ieder geval niet. Zo, die is eruit. Ja, ik ben... Nog een stoppel. Ik ben verkouden, ik ben ziek, maar... nog meer vragen, wat er was. Zeggen mensen hoe oud zijn we? We zijn, nee, ik ga gewoon niet zeggen hoe oud we zijn. Kijk maar naar ons eerste filmpje. Daar zeggen we. Ja, inderdaad. Dan zei jij het eigenlijk. Zei ik wel? Ja, zei het. Survive ja. Island. Goeie tijd. Mensen die mee ik hoor ook... Oh shit. Ik hoor ook veel mensen van, mag ik meespelen, mag ik? Nee. Nee. Nee, maar dat hebben we nu al echt iets van 1000 keer gezegd. Ja, maar ik krijg die antwoorden nog steeds. Nee, sorry, je mag niet meespelen. Alleen als wij het zeggen en dat komt amper voor. We hebben nog steeds een, ja, hoe noem je dat? Iets gaande laten we houden. Maar die persoon die we hebben uitgenodigd is via random.org, dacht ik. Is hij uitgenodigd. Is totaal random. Je kon eraan meedoen, het is nu al verlopen. Maar, als die gozer niet kan, of als hij niet kan, dan haal ik meteen iemand anders op. Maar waarschijnlijk kan hij wel later. Dus ik wacht het nog misschien deze week alleen nog. Wat nog meer te belangrijk te vertellen. Ja, heel belangrijk, ons tijdlimiet. Die zit er nu al ja. Op. Maar... Ga ik eten. Dus jongens, peace! Peace.